Bij pakket 1 zijn we onderzoek gaan doen naar wat nou precies een stadslab is. Daarvoor hebben we desk research gedaan. We hebben gekeken wat er in de diverse steden voor stadslabs allemaal zijn. En we hebben interviews gehouden met diverse betrokkenen vanuit de gemeente, vanuit de stadslabs, om te kijken wat de succesfactoren zijn binnen de diverse stadslabs. Het resultaat van werkpakket 1 moeten 4 mini-cases per stad opleveren. Daarnaast willen we ook een staalkaart maken van de verschillende stadslabs die in de verschillende gemeenten actief zijn. Daar hebben nu de eerste resultaten van, zijn er van bekendgemaakt. En we hebben een totaal van 75 initiatieven onderzocht die mogelijk zouden kunnen voldoen aan het begrip stadslab. Nou, we merken al dat als we naar de initiatieven kijken, dat sommige initiatieven noemen zich stadslab, andere initiatieven zouden mogelijk een stadslab kunnen zijn, maar noemen zich niet zo. En daar zitten nogal grote verschillen in. Je ziet bijvoorbeeld dat gemeenten het begrip stadslab vooral ook inzetten om bepaalde beleidsdoelstellingen te behalen. Sociaal ondernemers gebruiken het begrip weer als ze daarmee bepaalde subsidies kunnen binnenhalen. En onderwijsinstellingen gebruiken het begrip vaak weer om onderzoek te doen of om de connectie met de stad te versterken. De vraag dan nog is dat erg? Misschien moeten we wel toe naar een breder begrip van het stadslab.